Henk Dijkhuizen, ongeveer een maand geleden gaf je aan dat je de intentie had om bij Sparta te gaan verlengen. Mm-hmm. Hoe zit dat ermee? Hoe zit het ermee? Ja, het is heel rustig op dit moment en het is even afwachten. Dus ja, ik heb nog niks, in principe met Sparta nog moeten we eigenlijk even wachten. Dus ik wacht rustig af. Want Sparta heeft jou nog niet benaderd om te gaan praten over contractverlenging? Ja, in het begin van het seizoen wel en toen is het even stilgelegd. En op dit moment heb ik nog niks gehoord, dus ja, ik wacht rustig af. Alleen sinds een maand geleden is er wel wat veranderd, want dat is heel belangrijk dat je speelt. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is en ik zie het vanzelf wel hoe het verder afloopt. Ja. Heb jij een tijd dat je wil wachten of heb je inmiddels andere eisen in het vuur? Nee, ik wacht op mijn gemakje af. Ik zie wel waar schip strandt. Maar zo makkelijk is dat niet voor de proefvoetballer in de Jupiler League om te wachten? Nou, wat ik net al zei, ja, ik heb de tijd. En, ik wacht rustig af. Ja. Dan de wedstrijd tegen FC Os. Die heb je uit met 5-1 gewonnen. Is het zo'n makkelijke tegenstander voor jullie of onderschat ik ze nu? Ik denk dat je nu wel tekort doet. Want uit de statistieken was gebleken dat FC Os die had hier 60% balbezit en wij 40%. En wij waren vlijmscherp in de counter. En wat Christian ook al aangaf, het veld is niet optimaal daar. Dus ja, ik denk dat het nog een lastige avond kan worden. En is dat een nadelig voor jullie spel, dat het veld niet goed is? Ja, dat denk ik wel. Als je ziet dat wij op kunstgras uit Almere en Volendam aardig positiespel neerleggen. Dus zal een goed bespeelbaar veld wel belangrijk zijn. Dat kun je concreet aangeven wat gevolgen dat heeft voor jullie? Moet je dan elke keer letten op waar de bal precies gaat stuiten, dat soort dingen? Nee, ik denk dat ons positiespel minder eruit komt. En dat we dan sneller de lange bal spelen. En, dat hebben wij toch liever niet. Ik denk dat ons kracht wel ligt in het positiespelletje. Even terug naar jouzelf. Je hebt al een aantal wedstrijden weer in de basis gespeeld. Hoe vind je dat gaat? Ja, ik denk dat ik wel tevreden terug kan kijken. Maar je moet niet te snel tevreden zijn. En je moet elke week eigenlijk beter willen worden. Ja. Want waar ben je wel tevreden over en waar niet over? Waar ben ik wel tevreden over? Dat is een moeilijke vraag. Neem je tijd? Ja, ik neem de tijd. Ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ik ga goed de duels in. Laat ik zo zeggen, het draait gewoon dat ik lekker in mijn vel zit. En, dat is denk ik het belangrijkste. En waardoor zit je dan lekker in je vel? Gewoon het puur te geven dat je speelt? Nee, ik denk dat begonnen is vlak voor de winterstop. Toen had ik wat probleempjes, derde rechtsback. En ben ik voor mezelf te raden gegaan. En met mensen gepraat, die hebben belangrijke informatie voor mij gegeven. En daar ben ik sterker geworden. Ja. Wat voor informatie? Dat zijn het tips of wat is dat dan precies? Ook. En dat je eigenlijk ten alle tijde bij jezelf moet kijken. Ja. En niet te veel naar anderen. En dat heb ik gedaan. En ben ik lekker in mijn vel gaan zitten. En wat voor dingen zijn het dan die je bij jezelf ontdekt hebt, waar je nog niet echt naar keek dan? Nee, in principe weet je, discussies aangaan en dat soort dingen. Dat heb ik een beetje achterwege gelaten. Discussies met trainers, medespelers op het veld tijdens de training? Ja, bijvoorbeeld. En als je fouten maakt, eerst bij jezelf gaan kijken en niet bij anderen. Dus dat ben ik ook gaan doen en daar ben ik hard mee aan de slag gegaan. En ben ik lekker in mijn vel komen zitten. En je lacht er ook bij, dat geloof ik graag. Ja, zeker, zeker. En dat kan je natuurlijk ook doen, zeker als je een basisplek hebt, toch? Op dit moment wel, ja. Maar je ziet, als je iets minder speelt dan pas thuis, dan word je ook gewisseld. En, dus je moet wel scherp blijven. Ja. Dan geef jij de punten die je dan minder doet, nog steeds voor je gevoel. Wat zijn dat? Ja, soms verlies ik nog wel eens de controle. Tot ik dan Den Bosch uit, of thuis hier zo, maak ik een domme overtreding waarvan ik denk, doe dat nou niet. Dus dat moet er wel uit. Maar het is wel je typisch iets van waarbij je bij jezelf te raden gaat en niet naar de scheidsrechter kijkt. Nee, klopt.